Yo mensen, Bassie op Bassie Standje. Tof dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben nu nog met mijn hoofdcamera, maar dat zal niet lang meer zijn. Ik ben hier met Wessel, mijn maat. En zoals jullie in de titel zien, wij gaan naar Dortmund tegen PSV. Ik ga later in het stadion Chani ook nog tegenkomen. Hij is natuurlijk een Duitse creator, maar hij maakt Engelse content. Ik durf mijn camera eigenlijk niet mee te nemen. Dat lijkt me ook niet handig, want ik heb ook gezien wat voor kaarten we hebben. En dat zit boven in het stadion. Dan moeten we dat ding ook nog meeshouwen. We zijn nu op de parkeerplaats. Wachten tot er een shuttlebus komt. Want die brengt ons naar het stadion. En dan moeten we denk ik nog iets van 300-400 meter lopen. Ik heb mijn team al klaargezet, dames en heren. We moeten natuurlijk maar even afwachten wat de definitieve opstelling wordt. Want ik weet op dit moment niet. Spanning en sensatie. Ik weet niet of Veerman gaat spelen. Want dat is nog voor ons even een vraag. We zijn nu iets meer dan een uur voor de wedstrijd. Dus ik weet nog niet helemaal zeker. Maar anders kan ik het gelukkig nog aanpassen. Wij gaan het opnemen tegen Chani. Hij gaat met een Dortmund team komen waarschijnlijk. Dus ik neem aan dat het een spannende wedstrijd gaat worden. Ik ga verder met mijn mobiel filmen. Oh, dat is wel mooi licht, dit zie ik nu. Ik ga verder met mijn mobiel filmen. Vergeet even niet te liken en comment als je meer van dit soort video's wil zien. Van leuke wedstrijden, zieke wedstrijden, wat vlogachtige shit. En dan gaan we het meemaken, dames en heren. Dortmund PSV, 1-1 in de heenwedstrijd. En we gaan zien wat er gaat gebeuren. Boom! Like, abonneer, comment. Yo, yo. We zitten in de bus, jongens. So let's go. De shuttlebus. We hopen wel dat het de goede is, overigens. We weten het nog niet zeker. Zo meteen meer. Oh, bier. We hebben wat vrienden gemaakt uit Amerika. Ik doe net alsof ik verdomme ben, ik krijg geen klappen. Ja, hier zie je natuurlijk de gele wand die helemaal los gaat met z'n allen. Stond natuurlijk al 1-0 voor door die goal die je net kon zien van Jadon Sancho. Hier nog een corner van Veerman, eigenlijk het welbekende recept. Maar eerste helft kwam PSV er eigenlijk niet om uit. We zijn hier intussen alweer in de tweede helft. Hier wordt wel weer mooi opgebouwd zoals we het kennen voor PSV natuurlijk. Maar hier zie je nog een balletje door de as naar Tilman. Luc de Jong laat hem lopen. Hier had hem misschien maar wel kunnen schieten. Maar ja, besluiten toch te spelen. En dan staat het al lang weer dicht in het centrum van Dortmund. Hier nog wel weer een aanval. Want het bleef maar gaan eigenlijk. Begin tweede helft. En hier nog een kans van Luc de Jong. Had hem misschien daar breed moeten leggen. Dat kon hij. Hier nog de afgekeurde goal. Die skippen we ook snel. Was de 2-0 die werd afgekeurd van Dortmund. Toen was het weer de beurt aan PSV. Voorzetje, natuurlijk het welbekende recept. Hier komt hij uiteindelijk uit bij Lozano. Mening. 1-0. Interessante mening van Wessel. Mening 1-0. Goed verhaal. Hier overtreding op Lozano. Kijk eens hier. Oh. Ja, dat was iemand die had misschien een DNP of zo redden. Dat zei ik ook nog in die clip op het eind. Heel interessant dit. Dat is wel wat gekkigheid. Best wel aan het juichen natuurlijk. Ook Chani natuurlijk aanwezig. PSV ging uiteindelijk gewoon weer door met aanvallen. Maar eigenlijk tegen beter weten in. Niet echt een gevaarlijk schot hier. En hier de grote kans van Luc de Jong die hem nog over schiet eigenlijk. It's not lucky good, bro. Best wel blij, want die dacht als het verlenging wordt, dan wordt het helemaal nachtwerk. Dan had hij meteen doorgekund naar zijn werk, want die moest er om 7:30 alweer uit. Hier de 2-0. 2-0! Fout! Fout op de baan nu! We zijn afgelopen jongens! 1-0! Mening! Ik ben bijna op mijn telefoon van! Ja, hier dus beneden onder mij zag je dus de perstribune eigenlijk, heel veel pers en media. En hier natuurlijk weer de gele wand met alle fans achter de goal.
Jongens, mensen, we zijn inmiddels een dag verder, maar dit is het einde van de vlog. Een interessante wedstrijd gisteren. We waren pas om 3 uur thuis ongeveer, dus ik heb na de wedstrijd eigenlijk niet veel meer gevlogd. De camera lag ook in de auto. Ik heb veel beelden van de wedstrijd zelf. Ik heb misschien te weinig nog tussen de wedstrijd door wat dingetjes gevlogd, dus daar moet ik even op letten de volgende keer. Maar interessante wedstrijd. Eerste helft, Dortmund sowieso de betere. Tweede helft had PSV wel kansen, maar het mocht niet. Bate Borisov. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Ik heb Chani ook nog even ontmoet. Aardige gast. Ik was natuurlijk zelf met Wessel. En ja, ziek om een keer mee te maken in het stadion. Wat echt mooie tickets. Zoals je kon zien, zaten wij in de bovenste ring. Eerste rij op de middenlijn. Dus dat was top. Dus dikke en zo naar Sore. Overigens, de winnaar van de giveaway eigenlijk is Miguel. Hij heeft me een pak rammel gegeven in Ruifels. Helemaal kapot gemaakt. Dus ik ga je contacten voor wat mooie tickets voor een top 5 competitie. Ik ga je connecten en dan komen we daar zeker wel uit. Dus gefeliciteerd. Laat even weten of jullie dit tof vinden. En dan gaan we misschien in de toekomst wel meer van dit soort dingen doen. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Ciao ciao en de groeten. Yo yo.